Hallo iedereen en welkom bij alweer de 50ste review van Randy's Bierblog. We reviewen vandaag een triple, maar deze triple gaat net iets anders worden. Omdat deze triple in tegenstelling tot andere triples niet alleen kruidig is, maar ook nog eens extra gehopt. Het gaat over de Evoluwonder Eindhoven triple met 9% alcohol. Dus wat ik al zei, dit bier is extra gehopt in vergelijking met andere trippels. Ze hebben ook een gewone trippel. Ik weet eventjes niet hoe die heet. Ik ben heel erg benieuwd. Zoals jullie weten hou ik ontzettend van die bieren waar Royaal hop in gebruikt wordt. Dus ik ben benieuwd wat voor combinatie dat gaat opleveren in deze trippel. Dus we gaan de fles openmaken. Nou, bier schuimt in ieder geval mooi in het glas. 2,5 vingers schuim. Het heeft een donker gouden kleur. Je kan er moeilijk doorheen kijken, best geconcentreerd. Ziet er eigenlijk wel smakelijk uit het glas, mooie kleur. En de aroma zelfs volgt. Oké, wat het eerst naar boven komt zijn wel die typische kruiden die je in een triple kan vinden. Die bij de triple horen. Een beetje karamel ruik ik erin. Een beetje de geur van bruin brood. Ik kan het eventjes niet anders omschrijven. De bier komt trouwens van de Eikenrode Brouwerij, als ik nog vergeten te zeggen. Ik ben benieuwd hoe die smaakt. Proost. De bier heeft echt een heel aparte smaak. Een beetje toffee-achtige smaak zelfs. Een beetje dat karamel, een beetje toffee. De kruiden kan je proeven die in een typisch triple zitten. Maar ja, hij is wel een beetje hoppig, maar niet dat ik nou zeg dat hij stevig is gehopt. Dat is in dit geval niet het geval. Het maakt me wel benieuwd hoe dan hun gewone triple eigenlijk smaakt in verhouding met deze. Ik had hem zelf persoonlijk misschien iets meer hop verwacht. Dat is wel jammer. De smaak is apart, een beetje toffee-achtig. Je moet ervan houden. Niet vies, zeker niet vies. Maar ik had hem iets hoppiger verwacht om dit. Ik denk dat hij wel net iets hoppiger is dan de meeste triples zijn. Dat dan weer wel. Maar ook weer niet dat je zegt van dat het bijvoorbeeld 2 keer zoveel gehopt is. Misschien net een beetje extra gehopt, wat op zich wel lekker is natuurlijk. Maar ik had stiekem gehoopt dat hij een net iets grotere scheut hop erin zat. Ik vind hem aangenaam. Het is tegelijkertijd niet een triple dat ik denk van die moet ik gelijk weer aanschaffen ofzo. Dat heb ik jammer genoeg weer niet. Wat wel positief is dat hij niet zwaar in de maag valt. En dat de 9% alcohol eigenlijk ook niet te merken is in de smaak. En het mondgevoel ook niet trouwens. Dus dat zijn allemaal positieve dingen. Wat ik al zei, een beetje toffee-achtig. Ik kan het ook niet anders omschrijven. Het is een aparte smaak. Ik ben ook zeker benieuwd wat jullie van het bier vinden natuurlijk. Want het is een heel aparte triple. Als je een keer een aparte triple wil, is dit sowieso een goede triple om te doen. Want hij is toch wel anders als de andere triples die ik heb geproefd. Dus ja, ik heb eigenlijk al verteld wat ik over deze triple wil vertellen. Dus nou, we gaan weer naar het eindcijfer. Ik geef dit bier een 7 op een schaal van 10. Dus het is zeker een aardig bier. Zeker ook niet het beste bier dat ik op heb of zo, maar wel een aangenaam bier. Voor mensen die iets bijzonders zoeken is het ook een aanrader. Ja, laat me sowieso weten wat je van het bier vindt. Zoals jullie weten ben ik er altijd wel benieuwd naar. Dit bier is te verkrijgen via hetbiermoment.nl. Dat is een leuke site die zich specialiseert in Nederlandse bierbrouwerijen. Dus ja, als je me wil bestellen, zeker eens een kijkje nemen daar. Ik hoop natuurlijk de volgende keer weer terug te zien bij een nieuwe review op Randy's Bierblog. Proost en nog steeds op de gezondheid. Drink niet te veel, maar ook zeker niet te weinig.